Wel, ik ben dus Jurgen. Ik ben 38 voor het moment. Ik heb mijn zermen eigen wel, ook al ben zij wel één. Ik heb altijd bij mijn ouders gewoond. Ik ben dan verhuisd naar een ander Europees land voor opnieuw te beginnen. Dat is niet gelukt, jammer genoeg. Ik ben dan teruggekomen naar hier. En dan ben ik hier terechtgekomen, uiteindelijk, in een dakstudio. Op al die jaren dat ik hier woon, en dat is echt puur uit gewoon wat je ziet, hoe dat je het merkt, is het de buurt enorm hard aan het achteruit gaan. Maar dat is niet bepaald door één iemand of een soort van mensen. Dat is door ons allemaal. Uiteindelijk, het is zo, de eenzaamheid. Iedereen trekt zijn deur dicht en dat is het. Zeven sloten erop, noem het op, maakt allemaal niet uit. Zeven sloten, nog een achtste erbij. Ik weet niet of dat de stad op zich weet wat er hier aan de hand is. Ja, wij hebben veel problemen. Oké, het zijn sociale woningen, maar wij zijn allemaal wel mens. En wij zijn niet allemaal crimineel, profiteurs. Mensen die niet wagen, die niet willen werken. Maar de maatschappij maakt het ons niet gemakkelijk. Vroeger, als ik jonger was, was van, ik ben blij in de stad en oh, plezant en je gaat dood. En, weet je, maar nu, als je ouder wordt, ik vind dat erg. Ik zeg niet dat het lelijk is, maar we hebben geen andere keus. Moest ik ooit de kans hebben? Moest ik het geld hebben? Ik was weg. Maar moest ik mijn ideaal, mijn droomwereld, alhoewel dat ook problemen mee zich brengt. Het is een stuk land, wat beesten. Up on the country. Ik bedoel, ik ben, zoals je kunt zien, ik ben Amerikaans gezind. Dus het eenzaam met beest en plant en boom. En weet je, als het regent en het bliksemt en het tondert, dan voel ik mij fantastisch. Dat kalmeert mij. Dat brengt mij terug tot rust. Het is een charme, het is leven dat je mist. Maar wij zijn nog opgegroeid van een oude stempel. En bij mij is, ik ben de oudste en ga God voor de familie zorgen. En dat heb ik ook heel mijn leven gedaan en volgehouden tot ik niet meer kon. Nu zit ik in een situatie waar ik minder kan. En ik word niet geaccepteerd. We doen moeite, ik heb VRHB, ik doe zoveel als ik kan. Maar toch zijn de mensen die neerkijken op mij. We zijn allemaal zo hard aan het verzuren. We hebben voor dat klein beetje tijd dat we hier zitten, zoveel aan onze kop, zo banale dingen, dat ik zeg van, jongens, waar zijn we mee bezig?